De prostaat echografie. De prostaat is een klier die zich aan de onderzijde van de blaas bevindt, daar waar de blaas overgaat in de plasbuis. De prostaat dient onder meer voor de productie van zaadvloeistof, het voornaamste bestanddeel van sperma. Via de anus kan gemakkelijk de prostaat worden gevoeld omdat deze tegen de endeldarm is gelegen. Met behulp van een echografie Ofwel ultrageluid, kan de prostaat en omgeving heel precies worden afgebeeld. Omdat de klier zo dicht bij de endeldarm ligt, kan dit onderzoek het beste via de anus worden uitgevoerd. Prostaatechografie is een veilig en pijnloos, maar oncomfortabel onderzoek. Echografie van de prostaat vindt polyklinisch plaats. Dit houdt in dat het onderzoek in het ziekenhuis gedaan wordt, waarna de patiënt weer naar huis kan. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden om uw benen in beensteuners te leggen of in zijligging te gaan liggen. Voor het onderzoek is verder geen speciale voorbereiding nodig. Op verzoek van de uroloog zou u eventueel met bloedverdunnende middelen moeten stoppen. Bij een verrichting van een biopsie wordt u voor het onderzoek gevraagd met antibiotica te starten om infecties te voorkomen. Het onderzoek. Als u voor het onderzoek nog vragen heeft, kunt u deze het beste voor het begin van het onderzoek aan de behandelend arts stellen. Voordat het onderzoek begint, zal u gevraagd worden om u te ontdoen van uw onderkleding. Vervolgens neemt u op het onderzoeksbed plaats. In veel gevallen zal de arts beginnen met het verrichten van een rectaal touché. Dit houdt in dat de arts onderzoek doet naar de prostaat met de vinger. Vervolgens wordt de echo via de anus ingebracht, zodat de arts op het beeldscherm de prostaat kan beoordelen. Dit duurt ongeveer 5 minuten. De biopsie. Soms bestaat er de verdenking van een kwaadaardig gezwel. Dan wordt er een biopsie gedaan. Bij een biopsie wordt met een dunne naald een klein stukje weefsel uit de prostaat weggenomen. Via de endeldarm wordt de naald in de prostaat gebracht, zoals u hier kunt zien. De biopsie is nagenoeg pijnloos omdat de endeldarm en de prostaat vrijwel gevoelloos zijn. Na de biopsie kan er gedurende enkele dagen bloed in de urine, ontlasting of sperma aanwezig zijn. In geval van koorts boven 38,5 moet u contact opnemen met de behandelend arts de nazorg. Na het onderzoek zal de behandelend arts de bevindingen met de patiënt bespreken. In het geval van een biopsie duurt het een aantal dagen totdat de uitslag bekend is. Daarvoor krijgt u een vervolgafspraak bij de behandelend arts. Dit was in het kort de prostaatechografie. We hopen dat een en ander voor u wat duidelijker is geworden. Mocht u naar aanleiding van deze korte film nog vragen hebben, schroomt u dan niet om deze te stellen aan de behandelend arts.